Eenmaal in de twee jaar organiseert de Vereniging van Particuliere Verhuurders Ameland de VPVA-beurs. Klein Vaarwater huisvesten vele standhouders voor deze tweede editie. Organiseren. Wat zijn jullie voor een vereniging en hoe gaat het met de beurs? Wij zijn een belangenvereniging voor verhuurders op Ameland en eigenlijk een beetje een vergaarbak van alle verhuurders die niet aangesloten zijn bij Recron of bij horeca of andere wat grotere en bestaande organisaties. Wat voor stands kom je hier tegen? Nou, we leven in een tijd van nieuwe media en internet. De zaal waar we nu staan zijn vooral die deelnemers goed vertegenwoordigd. Maar gelukkig ook de VVV, de gemeente Ameland en een heleboel mensen die bijvoorbeeld met catering en met restaurants. Uit die hoek hebben we goede belangstelling en daar zijn we heel blij mee. Ja. Ik zit hier gezellig in de sauna en ik krijg het hier heel erg warm. Maar dit is een van uw producten? Ja, klopt. De slogan van ons is ook, je krijgt het er warm van. Dus wel heel erg toepasselijk dat u het net uitgerekend nu warm krijgt. Infraroodcabine is dit. We doen traditionele sauna's, dus Finse sauna's, ovens erin, buitenkeukens, spa-baden, jacuzzi's. En doen dat al heel veel jaren en regelmatig op Ameland. En ja, hopen dat in de toekomst ook nog te doen. I make met sushi en fish wraps. En dit is stokbrood met hardtar. Gerookte hardtar. Ja. Hoe staat het met de AEC? Hoe zijn de ontwikkelingen? Nou, we hebben het heel erg druk gehad, want we hebben net een publiciteitscampagne opgezet voor het hele eiland. En alle mensen die nog geen klant waren bij de Amelander Energiecoöperatie hebben een witte envelop van de AEC in de bus gehad. Met een folder van mensen die overgegaan zijn. En om aan te sporen om ook klant te worden bij de AEC. En het loopt behoorlijk storm de laatste week. Thuis en zee, het ziet er heel gezellig uit. Wat hebben jullie in de aanbieding? Wij verhuren in heel Nederland alleen maar ontzettend mooie en gezellige, unieke, vooral vakantiewoningen. En daarbij bemiddelen we in de verhuur tussen de eigenaar en de huurder. Gerjan, je zit hier in een hartstikke mooi autootje. Wat is het eigenlijk voor een ding? Ja, dit is een Italiaanse tuk-tuk. En dat is een tuk-tuk, dat is een klein wagentje op drie wielen. Wij bezorgen ontbijtjes met deze auto. Dan wil ik nog één ding weten, hoe snel kan hij? Nou, hoe snel kan hij? Ja, dat is dus de prijsvraag. En dat is een beetje een raar verhaal natuurlijk als ik hier ga vertellen hoe hard deze tuk-tuk kan. Dus de prijsvraag is, wat is de topsnelheid van dit wagentje? Eén ding kan ik hierover zeggen, dat je hebt hier een brommercertificaat voor nodig. En wat als ik de snelheid goed raad? Als je de snelheid goed raadt, dan kun je een ontbijtje winnen voor twee personen. Sinto, we staan hier op de beurs van de VPVA. Wat biedt de VVV hier aan op deze beurs? Nou, het belangrijkste is de manier waarop we digitaal naar buiten komen. Met onze nieuwe website die goed populair is. En verder laten we zien hoe wij actief zijn op social media. Jullie staan hier met een nieuwe website. Wat doe je hier nog meer op de beurs? We laten zien hoe wij twitteren. We zijn heel actief op Twitter. Hoe onze huispagina eruit ziet, ons Facebookpagina, ons YouTube-kanaal. We hebben foto's op Flickr staan. Eigenlijk is dat het digitale netwerk. En wat we hier op de beurs ook doen, is het fysieke netwerk. We ontmoeten mensen. We ontmoeten mensen die onze potentiële klant zijn of mensen waar we al lang mee samenwerken. Oh, dat ziet er lekker uit, zeg. Beetje saus erbij. Oh, en dit is... En een pepersausje. Oké, nou. Boterzacht. Heerlijk.
Dit persbureau Ameland Journaal is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Particuliere Verhuurders Ameland.